organiseren het nu voor de 10e keer dit jaar. We hebben 150 man, wat ik noem E-list media in huis, die allemaal geïnteresseerd zijn in eten. En dan een line-up van chefs en inspirerende merken die al hun nieuws hier presenteren voor 2019. In plaats van alleen maar te e-mailen en noem maar op wat we tegenwoordig zoveel doen. Dat is de essentie van de Culi Perslunch voor mij. Ik ben hier vandaag om allerlei heerlijke mooie nieuwe producten te zien. Te kijken welke nieuwe kookboeken eruit komen. Nieuwe inspiratie op te doen vooral ook. Iedereen is er. En het is altijd heel fijn om zo weer even samen te komen. Iedereen te praten, een beetje te kijken wat er allemaal gebeurt. Dit is de 10e keer. Ik denk niet dat ik alle 10e keren geweest ben, maar zeker meer dan de helft. Ik bezoek de Culi Perslunch eigenlijk ieder jaar. Ik vind het echt het leukste food evenement van het jaar. Ja, het is leuk omdat je heel veel nieuwe merken weer leert kennen, op de hoogte bent van alle boeken die eruit komen. Maar het is ook een gezellige get-together, want je ziet iedereen weer. Het is altijd een feest om op de Culi Perslunch te staan. Ik sta hier eigenlijk bijna ieder jaar. Lekker hapjes te maken, omdat ik het gewoon leuk vind om te doen. De reden dat wij op de Culi Perslunch staan is dat wij een kookboek aan het maken zijn. Ik denk dat de Culi Perslunch best een goed platform is om je boek te laten zien. Het is natuurlijk heel veel mensen die de trends hier volgen. Influencers, journalisten, die komen echt hiervoor. Dus ik bedoel, aan niemand beter besteed dan aan hen, denk ik.